Een hele goede morgen. Hier Femke van Kijk vanuit de Heldere Bron met een live video. En wie is er al wakker deze ochtend? Even het beeld kleiner maken, want anders zie ik mezelf zo groot. Dat is niet zo heel fijn. En eigenlijk ben ik heel benieuwd wie jij bent, hoe het met jou gaat en waar jij staat. In je bewustzijnsproces. Cool, 4 mensen online. Goedemorgen. En ik roep elke keer weer op om reacties in video's. Om een reactie te geven. Om meer met deze video's te doen. Door je ook je bewustzijn eigenlijk open te stellen. Door de vragen die ik in dit soort video's stel. Door de boodschappen. Waar sta jij in het open je bewustzijnproces? En misschien weet je het nog of misschien weet je het niet. 2 jaar geleden. Oh, ik zie nu dat ik mijn camera even schoon moet maken. 2 jaar geleden heb ik de Open Je Bewustzijn Challenge gedaan. En het was echt gigantisch. En nog steeds 2 jaar later, tot op de dag van vandaag, komen er weer mensen terug op mijn pad. Want zo gaat het. Mensen komen en mensen gaan. En die zeggen, ja, ik heb toen meegedaan met die challenge. En wat me eigenlijk opvalt, is dat de afgelopen maanden is het zo fucking stil. Op Facebook, waar is iedereen? Waar sta jij? Hoe zit je in het proces? Ben je nog met spiritualiteit bezig? Ben je nog met bewustzijn bezig? Of is het allemaal ingekakt? Is het weggegaan? Of ben je misschien ook wel met een innerlijk proces bezig? En ik ben zelf niet zo heel veel het afgelopen jaar online geweest. Dat had te maken met echt diep innerlijk werk wat ik heb gedaan eigenlijk. Dus ik kan me ook zo voorstellen, toen had ik ook niet de kracht en de puf om voor jullie video's te maken. Maar ik was nog wel altijd op zoek. Ik was nog wel altijd op zoek naar het antwoord. Naar ook vooral de oplossing van de problemen die ik ervaarde. En ik zie dat iets van 10 mensen online zijn. Hey, opmerkingen, cool. Kijk, de opmerkingen zijn er. Goedemorgen, hallo allemaal. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, waar sta jij nu? En voor degene die het weten, ik volg al 2,5 jaar Access Consciousness. Elke dag ben ik bezig met het openen bewustzijn. En ik ben er vrij hardcore in, jongens. Ik ben er echt hardcore in. Ik ben er hardcore in omdat ik weet dat het mijn taak is. Dat het mijn taak is om mijn bewustzijn te openen. Alle inzichten die ik op mijn pad krijg te delen met jullie. Zoals vandaag ook weer in deze video. Ik voel dat het in de diepste van mijn vezel. En gisteren had ik ook heel cool. Ik gaf gisteren een 3e ooghealing aan een klant. En zij woont inmiddels in Aruba voor 1 jaar. Echt, hoe cool is dat? Dat we tegenwoordig kunnen werken. Werken zonder grenzen eigenlijk. En ze zei ook van, ja, weet je, een beetje gesprek. Ze zei, ja, ik weet ook gewoon. Ik weet wat ik te doen heb. Ik weet dat ik andere mensen wil helpen. Ik weet dat ik iets waardevols te brengen heb. Ik weet dat ik... En voor heel veel mensen is dat een reden. Is dat een reden om je bewustzijn te openen, om jezelf te ontwikkelen, om er te achterkomen van eigenlijk wie ben ik en wat is mijn doel op aarde? Dat zijn toch wel eigenlijk de 2 hoofdvragen waar mensen naar op zoek zijn. Wie ben ik eigenlijk? En dan eigenlijk ook meteen het stukje erachter, wie ben ik eigenlijk niet? Plus, ja, wat is eigenlijk mijn doel op aarde? En dat is ook altijd de vraag die ik faciliteer. Ik ga ook weer levensdoelprogramma's starten in september. Dat gaat echt heel cool worden. Echt, dat precies ook op die vraag. Maar dat is eigenlijk even niet waar het over gaat. Ik volg Access Consciousness. En wat ik steeds eigenlijk meer besef, is wat voor levenswerk Gary Douglas en Dane Heer, dat zijn degenen die dit hebben ontwikkeld, hebben neergezet. En het is echt een fucking levenswerk. En er zijn natuurlijk veel meer mensen op aarde die een levenswerk hebben neergezet. En dat zijn methodieken die jij volgt. Ik weet niet precies waar zo'n ballen vandaan komt. Maar ik weet wel, ik ben Reiki Master. Dus daar was het Mikao Usui. Die, ik meen, op een berg, gewond op een berg, zich richtte tot het universum. En er begon energie te stromen. En dat is hij doorgaan geven. En voor al die mensen, er zijn zoveel mensen op dit moment op aarde. Dit is echt super cool. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ook welke druppel jij hebt gekozen. Want deze week mocht ik, of de kaart was het geloof ik. Nee, de druppels heb ik nog niet geschreven. Het is een van de kaarten die ik heb geschreven. Dus er zijn zoveel mensen op dit moment bezig met de ontwikkeling van hun gaven. Er komt echt een heel nieuw tijdperk aan. Er komt een nieuw tijdperk aan in bewustzijn. Dat is ook een van de redenen dat ik deze video maak.
Er komt echt oude wijsheid, oud bewustzijn, of eigenlijk bewustzijn wat we al op aarde gehad hebben, dat komt weer terug naar de aarde. En dat is eigenlijk ook, goedemorgen allemaal, dat is ook eigenlijk de uitnodiging voor jou. Want weet je, misschien denk je van ja, weet je, leuk allemaal Femke dat jij dat doet, en wat is nou mijn rol daarin? De wereld heeft jouw bewustzijn nodig. En Gary Douglas, die heeft een probleem op dit moment. Ik weet niet precies hoe het precies komt. Dus daar kan ik je geen antwoord op geven. Wat ik wel weet, volgens mij heeft het ergens mee te maken dat hij zit in Amerika en hij heeft klanten over de hele wereld. En dan heb je te maken met allerlei belastingssystemen. Anyway, anyhow. Hij heeft een claim van de Belastingdienst of een soortige instantie van 2 miljoen. En hij heeft een call gemaakt die ik gisteravond heb geluisterd. En eigenlijk is dat iets waar ik mezelf ook de hele tijd toe geroepen voel om jullie wakker te schudden, om jullie te ontwaken. Want dat is natuurlijk het open je bewustzijn. Wat ik doe is mensen ontwaken en helpen herinneren wie ben jij, wat kun jij, wat heb je hier te doen, wat is jouw potentieel. Om echt van angst naar actie te gaan, van tekort naar overvloed. En hij riep niet op mensen geld over te maken. Laat ik dat even vooropstellen. En heel veel mensen hebben zo fucking veel oordelen over Access Consciousness, over Gary Douglas. En het is een secte en het is een piramidesysteem, maar noem maar op. Cool. Jongens, als het een piramidesysteem zou zijn geweest, dan had hij nu niet het probleem gehad. Als het een piramidesysteem was geweest, dan had ik ook rijker geworden van alles en iedereen. Dus het is absoluut geen piramidesysteem. Wat het is een levenswerk. Het is een levenswerk. Hij heeft het in het begin gechanneld. En hij heeft tools gechanneld die jouw leven makkelijker maken. Net zoals dat kaarten leggen ook een tool is om je leven gemakkelijker te maken. Het coole vind ik van Access Consciousness is dat het simpel is. Het is praktisch. Het is no nonsense. Je hoeft niet allemaal afstemmingen te doen. Je spreekt gewoon die tool uit en dan gaat je leven veranderen. Ik bedoel, hoe simpel wil je het hebben? En voor mij is het echt, het universum is simpel. Alleen wij maken het zo gigantisch moeilijk. Maar ook de tools van Access Consciousness herinnert je ook aan hoe simpel het leven eigenlijk is. Hoe simpel eigenlijk het leven bedoeld is en hoe ingewikkeld het wij maken. En hij riep op in die call niet om geld over te maken, maar wel om eigenlijk de vraag te stellen van welke bijdrage ben jij voor het bewustzijn? Hoe kun jij het bewustzijn verspreiden? En er komt bij mij ook direct eigenlijk de vraag, en die vraag die heb ik al een hele lange tijd, omdat ik, ik ben zelf, via video's best wel afwezig geweest. Ik kon ook niet, en dat was eigenlijk ook zijn boodschap. En ik vind het wel even leuk om dat ook uit te leggen, hoe dat eigenlijk werkt. Want ik heb iets van meer dan 10.000 mensen gekoppeld aan mij. En dat is energetisch best veel, kan ik je vertellen. Dat zijn toch mensen die ooit energetisch met mij in verbinding hebben gemaakt. En wat hij ook in die call aangaf, is, want Gary is in de 70, dat hij door dit probleem en dat die Belastingdienst wil zijn paspoort af gaan pakken. En dan kan hij dus niet meer bewustzijn verspreiden. Dan kan hij niet meer reizen. Maar wat hij dus ook zei, is dat zijn lichaam, is dat hij moeier is, dat het allemaal zoveel energie van hem vreet, dat hij nu soms 4 dagen de tijd nodig heeft om bij te komen. Om bij te komen van de cursussen die hij geeft. En ik ben in Wenen geweest. En dat was gewoon bizar, jongens. Ik was een half uur voordat de klas er begon. En op een gegeven moment voelde ik iets in mijn rug. En dat was dus Gary die binnenkwam. Wat ik hiermee eigenlijk wil aangeven is dat er mensen zijn, en ik ben er ook iemand van, die verspreiden hun energie, die verspreiden hun inzichten, die verspreiden hun bewustzijn, die stellen zich open voor iedereen die op zoek is, voor iedereen die op zoek is naar een bepaalde verandering. En daarvoor is het ook belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt, is het belangrijk eigenlijk dat je gewoon goed voor jezelf zorgt. Maar dat het eigenlijk veel pittiger is om al die mensen met je verbonden te hebben. Daar zit
Daarvoor zal je op het moment, en wat, dat is ook vaak wat ik zie, is dat mensen wel de wens hebben van ik ga een blog beginnen of de wens hebben ik wil andere mensen helpen met mijn licht, maar eigenlijk in het eerste proces al opgeven. Als ik in het eerste proces had opgegeven, dan had ik hier tot op de dag van vandaag niet gezeten. Het bewustzijn openen is niet altijd comfortabel, jongens. No ego say. Maar dan is eigenlijk de vraag, wat is voor jou comfortabeler? Is het voor jou comfortabeler om in de ellende te blijven zitten? Of is het voor jou comfortabeler om te gaan kijken, oké, hoe komt het dat die ellende in mijn leven is? Wat heb ik hieraan gecreëerd en wat kan ik daarin veranderen? En ik ben er weer. En ik zeg elke dag ook tegen het universum. Universum, ik ben er weer. En mijn lieve dochter gaat straks ook naar de kleuterschool. En dan heb ik ook weer meer tijd om weer meer dingen neer te gaan zetten. Om weer meer dingen te gaan delen. Om weer meer bewustzijn te gaan verspreiden. En elke dag voel ik mij beter. Ik heb weer de energie. Ik heb... Oeh, man. En ik weet dat dit voor veel mensen van toepassing is. Dus daarom deel ik het. Vanaf vorig jaar, oktober, november, ik was zo gigantisch moe. Zo gigantisch moe. Ik kon alleen het hoognodige doen. En nu ik alles heb opgeruimd, wat ook die moeheid plus het omzetten van energie, dat vraagt ook veel energie. Nu merk ik wel dat ik gewoon, nou ja, bijna wel weer op volle kracht er kan zijn. En ik denk dat je dat ook wel merkt aan hoe ik nu jou hier voor de video zit. En hoe ik ook me tot jou richt. Dat ik weer helemaal er ben. Ook vanuit het volle enthousiasme. En ik voel nog steeds vanuit elke vezel van mijn hele lichaam. Bijna de noodzaak zou ik willen zeggen, maar noodzaak is niet het juiste woord, om jullie weer te motiveren, om jullie weer verder op weg te helpen in het ontwakingsproces. 1. Voor de botweg, voor de enige reden is jijzelf, dat jij niet meer in je eigen ellende hoeft te leven, dat je je bewustzijn kan openen, hoe jij de dingen kan veranderen. Punt 1, want het begin, weet je, een goed begin begint bij jezelf. De wereld veranderen begint bij jezelf. De wereld veranderen begint niet door de mensen om je heen te veranderen. Nee, de wereld begint bij jezelf. Hè? En vanuit daaruit ook, er zijn zoveel mensen die... En ik weet dat ze er zijn. En ik weet niet of ze nog met mij verbonden zijn. Maar ik weet dat er zoveel mensen zijn die ook kunnen in wat ik kan. En dat ook heel graag willen doen, maar nog niet doen. En dat is toch nog altijd ook mijn hoofdboodschap, is om je hart te volgen. Om die dingen te gaan doen waar jij blij van wordt. En om dus niet dan in definities en conclusies en oordelen en in angst te gaan denken. Maar om het gewoon te gaan doen. En de afgelopen jaren heb ik zoveel mensen gelukkig mogen treffen die echt zeggen, jeetje fam, ik ben jouw video's gaan kijken. En ik ben het gaan doen. Ja, of je hebt me ooit een consult gegeven en toen kwam die boodschap naar voren en ik ben het gaan doen en mijn leven is veranderen. Want dat is namelijk wat er gebeurt. Op het moment dat jij naar je hart gaat luisteren, als jij je bewustzijn gaat openen, als jij je ware zelf gaat leven, als jij je potentieel gaat leven, dan gaat je leven veranderen. En je leven verandert niet als je blijft vastzitten in trauma, drama, schuld, oordeel, angst, dan verandert je leven niet. En er zit een heel groot gedeelte, het grootste gedeelte van de wereld, zit vast in angst, zit vast in trauma, zit vast in drama. En eigenlijk waar Gary iedereen die Access volgt toe eigenlijk opriep, is om je in je potentie te gaan staan. Om een bijdrage te zijn aan het bewustzijn. Om... Kijk, hij heeft nu een probleem en hij werkt ook samen met het universum. Dus ook mensen die een gigantisch levenswerk eigenlijk hebben neergezet. Een soort van spiritueel erfgoed. Net zoals een Mikao Usui van de Reiki. Is ook hij is niet gevrijwaard van problemen. Ook hij... Of ik weet ook van de co-founder van Deneer dat hij af en toe gewoon echt gewoon een kutdag heeft. En die kutdagen blijven, weet je. Ik heb ook wel eens een kutdag. Of gisteren was ik ook heel erg moe. En dan besef ik me nu van oké, dan ben ik moe. En dan heb ik een keuze. Dan kan ik mezelf of de hele dag op mijn nek gaan zitten om het feit dat ik moe ben.
Of je kan er gewoon voor kiezen van, oké, nou wat heb ik dan nodig? Ga ik dan slapen of ga ik niet slapen? Wat ga ik doen? Om bewust te zijn en me niet slachtoffer bijvoorbeeld te maken van het feit dat ik moe ben. Jongens, het is zo belangrijk dat het bewustzijn verder wordt geopend. Het bewustzijn van de wereld, want er gebeuren zo fucking veel misstanden. Persoonlijk vind ik niet echt dat de wereld een leukere planeet wordt. Helemaal niet. Ik hoef eigenlijk Facebook niet te openen en ik kom allerlei dingen tegen. Ik kijk eigenlijk geen tv. Dat staat hier nog wel eens aan, maar het is niet mijn keuze om die tv aan te zetten. En het is zo belangrijk voor, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen, dat jij je bewustzijn opent. Ja, en dat bewustzijn openen is echt op 1555. Dat doe je als eerste voor jezelf. En ik ben zo benieuwd, waar sta jij in dat open je bewustzijn? Heb je nog steeds de wens om je bewustzijn te openen? Of is het allemaal een beetje weggezakt? En ja, dat was eigenlijk mijn boodschap. Ik vind het wel leuk om even, dit is eigenlijk de kruising. Dit zijn Conscious Spirit Cards. Ik heb ze ook wel eens gedeeld. Om nog even één boodschap voor de groep te doen. En zelf lees ik overal die boodschappen. Eigenlijk iedereen die bewustzijn of spiritualiteit beoefent, roept mensen op. Open je bewustzijn. Word je bewust van wie jij bent. Open je ogen. Open je ogen voor de misstanden. En dat begint allemaal bij het innerlijke proces van jezelf. Ja. Dit is ook een hele mooie kaart. En dat is ook een van mijn hoofdboodschappen. Wat ik ook eigenlijk me steeds meer besef, wat mijn rol op aarde is, is mensen bewust worden wie ze werkelijk zijn. En deze kaart gaat eigenlijk erover dat de aarde is zo'n mooie planeet. En we vergallen het gewoon met z'n allen. Misschien is het, dat is dan nu de invloed van de natuur. Hè? Ik bedoel, heel Nederland is geel in plaats van groen. Want alles is dood. Maar eigenlijk zijn wij op aarde, zijn we met bepaalde handelingen. Maar besef je ook dat jouw gedachten, hoe jij over jezelf denkt, want alles zijn vibraties. Hoe wij over onszelf denken, zijn signalen over de aarde. Door onze gedachten te veranderen, zijn we ook een bijdrage voor de aarde. Sta daar eens bij stil en vraag ook eens voor je af of dat ook voor jou waarheid is. Eigenlijk doen we de planeet en de mensen om ons heen zoveel onbewust brengen we schade toe door de gedachten die we over onszelf hebben. En daarom is het ook zo belangrijk om je niet druk te maken meer over de buurman, over de buurvrouw, over wat iemand tegen jou heeft gezegd. Nee, dat je echt die keuze maakt van, hey, ik kom weer bij mezelf en ik ga het bewustzijn openen voor mij. Gewoon omdat ik voel dat dit mijn pad is. En dat ik voel dat dat mij die antwoorden gaat geven waar ik op zoek ben. Altijd eerst voor jezelf. En niet meer bezig te zijn van doet de buurman of buurvrouw het wel. Of wat zal de buurman of buurvrouw er wel niet van vinden. En de aarde, maar niet alleen de aarde. Het hele universum is overvloed. Jongens, het is geen angst. Hè? Ik coach mensen van angst naar actie. Goedemorgen allemaal. Ik coach mensen van angst naar actie. En gisteren zat ik weer op mijn missie te broeden. En toen was ik dat ook met een collega aan het doen. En toen zei ik ook tegen haar, weet je, eigenlijk is ook mijn boodschap, mijn echte core boodschap voor iedereen, is ga van tekort naar overvloed. Die stap in het bewustzijn maken. Want dat is misschien wel een van de belangrijkste stappen. Waarbij je dus ook die angst moet loslaten. Die angst voor tekort. Die niet meer tekort voelen gedaan. Weet je, thema's die ik echt heb doorwerkt. En nog steeds ook op sommige levels mee bezig ben. Is eigenwaarde. Is zelfrespect. Is goed voor jezelf zorgen. Ik ben nu met dat grenzenprogramma bezig. Grenzen is echt een rode draad in mijn leven. Ik heb een gigantische, echt een gigantische verlammende angst voor geld gehad.
Die minder opererend is, maar ik merk dat die hier en daar nog steeds in mijn bewustzijn zit te poeren. Het leven bestaat niet uit problemen. Jouw doel op aarde is niet het leven van jouw problemen. Wat heel veel mensen wel ervaren. En ik vraag me dus af, ben je daar ook bewust van? Dat niet jouw doel op aarde is, weet je? Van tekort naar overvloed is echt het overvloedsbewustzijn. Is echt weten, voelen, uitdragen. Ik word gedragen door het universum. Het universum is mijn, hoe noem je dat? Ja, die verzorgt mij alles. Die brengt mij alles. En hier is wel één meest gemaakte fout, lieve mensen. En dat is dat mensen denken... Mijn dochter is beneden de boel aan het afbreken. Ik hoef er niks voor te doen. En dat is het hele leuke. En dat deelde ik ook met mijn klant gisteren over in die derde ooghealing. Is dat de informatie die je vaak krijgt over manifestatie en vragen het wordt gegeven. Is eigenlijk, hè, waar in het open je bewustzijnproces sta jij. Is... Op het moment dat jij steeds verder bent in dat bewustzijnsproces, dan is het dus inderdaad vraag en het wordt gegeven. Dan trek je het echt die realiteit in. Maar op het moment dat jij nog in het begin staat en nog heel veel limitaties bij je hebt en blokkerende overtuigingen bij je hebt en al dat soort dingen bij je draagt, als je nog in problemen denkt en niet in mogelijkheden, als je die gedachtenstap nog niet hebt gemaakt. 3 keer raden wat jij aantrekt in je universum, wat jij direct die realiteit intrekt. Dat is gewoon shit. Dat is gewoon problemen. Want als jij in tekorten denkt over jezelf, wat trek je dan aan uit het universum? De bevestiging van tekort. Dat is hoe het werkt. En daarvoor is een beetje een lichtwerker zijn. Is eigenlijk een mindset werker zijn. En dat is vaak waar mensen op struikelen. Is dat ze onvoldoende, nog niet voldoende bewust zijn. Dat het bewustzijn allemaal innerlijk werk is. En er is 1 persoon op de hele aardbol die daar altijd van profiteert. En dat ben jij zelf. En dat is het meest coole. Als jij die keuze voor jezelf maakt gewoon botweg. Omdat jij voelt, dit is wat ik te doen heb. Word je een fijner persoon. En dat draag je weer over aan je kinderen. Dat geef je weer door aan je kinderen. En je relatie met een partner en je familieleden verandert. Niet omdat jij die mensen moet veranderen. Nee, omdat jij zelf verandert. En dat is hoe het werkt. Jij bent dan zelf het ripple effect. En wat ik ook vaak merk in mijn gesprekken met klanten is. Dat mensen zich eigenlijk klein en nietig voelen. En dat ze denken van ja, weet je, het is allemaal wel leuk wat je zegt. Maar ik schuif dat eigenlijk direct van tafel af. Want ja, wie ben ik nu? En wat doet er nou toe? Maar ik kan jou vertellen dat iedereen op deze aarde doet er toe. Of je nu dik, dun, groot, klein, veel geld hebt, geen geld hebt, geschoold bent, niet geschoold bent, een mens bent of een dier. Iedereen doet er toe. Iedereen, elke bewoner op aarde doet er toe. En dat is eigenlijk echt belangrijk, jongens, om niet meer in tekort gaan denken over jezelf. En dat je dankbaar gaat worden en dat je gaat zien wie jij bent. En dat stukje gaat delen eigenlijk met de wereld. Het is weer een hele lange oldschool boodschap van Femke geworden. En heel graag wil ik echt nog, want ik zie niet veel reacties. Jongens, waar zijn die reacties? Waar sta jij in het open je bewustzijn? Weet je, fuck it. Als je zoiets hebt van, weet je, ik ben er gewoon klaar mee. Ik ben er klaar mee met het bewustzijn. Ik zit vast. Erken dat je vast zit. Erken als je even niet meer die flow voelt. En dat is nog steeds 1 ding wat ik vaak niet begrijp. Als je ooit een inzicht hebt gehad in je leven. Als je ooit echt de synchroniciteiten heb gezien. Als je de kracht van vragen. Dus je stelt een vraag en je treft het aan in je realiteit. Jongens, dat is zo waanzinnig gaaf. Voor mij is dat ook een van de lopende vuurtjes geweest. Achter van dat ik meer wil weten. Hoe werkt het universum en hoe werkt het in mij? Want wij zijn een onderdeel van het universum. En als jij snapt hoe het universum werkt. Snap jij ook hoe het in jou werkt. Dus, alsjeblieft, waar sta jij?
Als jij nog meer een lieve dochter kan... Ja, scheet. Mama is even een video aan het opnemen. Oh, kom je even kijken naar de mensen? Kijk, mama is met allemaal mensen aan het praten. Zie je dat? Ja, ik ga zo een staartje maken. Ik ga een staartje maken voor mijn dochter. Voor jou de uitnodiging om je bewustzijn te openen. En wij gaan 28 augustus gaan we ook op een bewustzijnsmanier met de engelen samenwerken. We gaan ons leven herschrijven. We gaan ons leven herschrijven vanuit het oogpunt van de engelen. Echt, dit gaat super gaaf worden. En ik nodig je uit om in te schrijven. Ik zal de link hier ook weer delen. En ik wil nog heel graag jullie reacties zien. Dus reageer. Waar sta jij in je open bewustzijn? Nou, als je dus denkt van ja, ik ben er helemaal klaar mee. Reageer ook, want alles is een reactie. Dus dan ga ik het ook nog even nakijken. Ik wens jullie in ieder geval een fijne dag. En dan ga ik even een staartje maken bij mijn dochter. Yes! Bye bye!